Wat gaat er precies vandaag gebeuren bij deze kerk? Nou, de renovatie van de toren is onder handen en daar is bij gebleken dat het stalen kruis dusdanig verroest is dat het gewoon vervangen moet gaan worden. Althans, indien mogelijk. Er zit ook nog een financieel plaatje aan natuurlijk, daar is ook nog geen duidelijkheid over. Maar ze hebben ons gevraagd om het kruis te verwijderen vandaag. En de haan daarbovenop, draaide die of was je ook helemaal vast? Nou, de haan hebben we vanmorgen geprobeerd te demonteren. Die hoort natuurlijk niks te draaien. Maar die zat nagelvast, dat ging geen kant op. Maar dat komt ook natuurlijk door de roest en het verweren. Ik zie wat andere mensen eraan bezig. Wat zijn deze mensen aan het doen bij de toren? Deze mensen die er nu bij de toren bezig zijn, dat is de aannemer. Die renoveert het messenwerk. Daar is hij al een paar weken mee bezig. Hij staat er al een poosje. Maar die, daar hebben wij geen bemoeienis mee. Is het nu wachten tot deze mensen klaar zijn of gaat zometeen het kruis naar beneden? Nou, het is natuurlijk, het zou prettig zijn als we alles binnen de tijd dat de stijger er staat kunnen uitvoeren. Want anders hebben we natuurlijk een probleem om hier boven te komen. En de stijger is van de aannemer. En daar kunnen wij nu mooi gebruik van maken. Want het is nog even de vraag hoe dat allemaal verder uitpakt in de komende weken. Maar vandaag gaat wel het kruis naar beneden? Ja, vandaag wordt het kruis eraf gehaald. Dat wordt gedemonteerd, wordt losgemaakt. We gaan eraf hijsen. En dan blijft de spil, die blijft staan. Die zit in de toren vast verankerd. En als dan de omkasting, want het is een stalen kruis, helemaal gemaakt van staalplaat. Als de omkasting die gans verroest is, eraf is. En dan kunnen er verder nieuwe plannen gemaakt worden wat er dan moet gaan gebeuren. Wordt het kruis opnieuw gemaakt of wordt die alleen maar schoongemaakt en gaat hij weer erbovenop? Ik heb vernomen van Ton Heus, die hier een beetje de leiding heeft, dat het een monument is en dat het weer moet teruggeplaatst worden zoals het is. Maar daar heb ik geen zekerheid over. Dat kan ik niet. Maar aan de foto's te zien was het dus echt helemaal verroest. Ja, dit zijn foto's van de onderkant. Dit is de voet van het kruis. En je kunt wel zien, dit is een stalen kast geweest. Waar alleen nog dit van intact is, tenminste intact. Dit zijn de restanten en de rest is allemaal verroest en naar beneden gewaaid. En zo zijn er al meer. Dit is eigenlijk de conditie van het kruis. Dit is de schacht, die is aan de binnenkant totaal verroest. Je kunt wel zien, de brokken zijn eraf. En hier ook, de lasnaden zijn allemaal los. Hier ook nog. En aan de onderkant van het kruis zit hier ook dusdanig gecorrodeerd dat het, ja, het kruis gewoon in een hele slechte staat. Het gaat binnenkort gewoon in brokken naar beneden komen. Levensgevaarlijk dus? Ja, als ik hier bij Albert Heijn een boodschap doe en ik krijg een brok kruis in mijn nek, dan word ik ook niet blijven.